Tineke Mols en ik ga het publiek meenemen op een reis over de wereld naar bijzondere plekken met een verhaal. Ik neem jullie graag mee op een hele snelle wereldreis en we beginnen in Moskou, waar Stalin in de jaren 20 van de vorige eeuw een flink metronetwerk heeft gebouwd. En een van de metrostations is deze. Hij noemde ze de Paleizen van het Volk. Ze zijn ook prachtig om te zien, allemaal. Ik heb ze afgelopen zomer heb ik er een heel stel gezien. Hij wilde daarmee laten zien dat het belastinggeld goed werd besteed. Het Samburu Park in Kenia, waar je voor $10 de Samburu-stam kunt bezoeken. Ze ontvangen meerdere groepen per week, dus er komt er een paar duizend euro per maand binnen. Daarom was het zo vreemd dat het schooltje helemaal geen lesmateriaal had. Helemaal niks. Deze vrouw in Roemenië is dement en heeft een heel slechte gezondheid. De kliniekclowns waar ik mee naar Roemenië reisde, hebben haar bezocht en een van de clowns gaf haar een grof haakwerkje en toen pakte ze haar eigen werkje. En voor onze ogen haakte ze dit prachtige kantje. Dit is de Check-up Inn in Clarksdale in het zuiden van de USA. Je slaapt in kleine schuurtjes vol oude meuk, maar de bedden zijn keurig schoon. Het hoofdgebouw is een grote schuur vol kringloopmeuk. Maar 's avonds zijn er prachtige bluesoptredens waar je dus naar kunt gaan luisteren. Deze mensen zitten te wachten aan de Mongolische grens, aan de grens van China in Mongolië. En ze reizen met de Trans-Mongolië Express. Maar ze moeten dus even de trein uit voor een paar uur, want de onderstellen van de trein die worden verwisseld. Want de maat van Mongolië past niet op de maat van China. Dit is de kruisheuvel in Litouwen, een geweldige plek en een internationaal bedevaartsoord. De eerste kruisen stonden er al in 1830. De Russische bulldozers hebben het wel 3 keer verwoest, maar telkens komen de kruisen terug en er staan er al meer dan 1 miljoen in Litouwen. Dit is een park van het volk in Chengdu in China. En het is bijzonder omdat het echt van het volk is. Je ziet daar gewoon elke dag zijn er koortjes die repeteren, dansgroepjes die repeteren, solisten die daar hun aria's staan te oefenen. Geweldig leuk om te zien dat het een soort repetitielokaal is. Dit is de Ground Zero Club in Clarksdale, die ook bijzonder is. Het is uitgeroepen tot beste bluesclub van Amerika. Maar het meest bijzondere is dat overal op de wand, op de vloer, overal staan teksten geschreven van bezoekers en van artiesten. De tafeltjes, de stoelen, de tafelkleedjes, alles staat vol. Dit is vlakbij het woestijnstadje Uyuni in Bolivia. Daar is een treinkerkhof. Eerst zijn die treinen gebruikt voor de mijnbouw, maar toen de mijnbouw in 1940 ophield te bestaan, zijn de treinen gewoon daar blijven staan. Dit is de Gerard Verlangveld van Nieuw-Zeeland, zou ik bijna willen zeggen, Blair Sommerswiel. Hij maakt geweldige, curieuze pauzeltjes met knopjes en dan beginnen er poppetjes te dansen of meeuwen te vliegen of radertjes of geluidjes, muziekjes. Het is prachtig om te zien, een speeltuin vol volwassenen. In Namibië, het grootste, het droogste land van de wereld, ligt de Sossusvlei. Daar is deze foto van. En door de enorme hitte leven spinnen, kevers en schorpioenen overdag wel 80 centimeter in het zand. De bomen die er staan zijn wel 800 jaar oud. Maar door de enorme droogte rotten ze niet weg. Dit is in Praid, een speelpaleis in Roemenië. 100 meter onder de grond. Het is wel 3 kathedralen groot. En kinderen en volwassenen met longproblemen komen daar om van hun problemen af te komen. Het helpt in ieder geval tegen hun astma en zo. Dit is het. De oevers van het Baringo-meer in Kenia zijn enkele jaren geleden door de enorme regenval enorm overstroomd. En de gebieden waar bomen stonden, die zijn door dat water wat er een paar jaar inmiddels staat helemaal verrot. En dan krijg je dit mooie plaatje.
En dit is de openingsceremonie van het jaarlijkse Nadam Festival in Mongolië. Eerst werden er op het veld allemaal leuke kunstjes en allerlei dingen vertoond. En later, en het was heel bijzonder, gingen de mensen rondom, gingen allemaal, of er was een soort optocht rondom. Dit is het Amber Fort in Jaipur in India. En wat je ziet zijn geen flanerende vrouwen in hele mooie kleren, ja, al hebben ze die wel natuurlijk. Maar het zijn bouwvakkers. Het zijn vrouwen die het puin opruimen met die schalen op hun hoofd. En hier dendert 2 keer per dag een trein doorheen. Het is in Hanoi in Vietnam. En je ziet zelf wel, als je hier met de buurvrouw staat kletsen, moet je als de sodemieter naar binnen als de trein eraan komt. En je kinderen vlug van de rails afplukken. Dit is de Ijen-krater op Java, waar zwavel wordt gedolven. De jongen die je op de foto ziet, die loopt dus heel ver omlaag om de zwavel op te halen. Dan moet hij met slippertjes of met laarzen moet hij weer naar boven. En vervolgens weer omlaag de berg af. Dat is een helse klus. En dit is de hotpot in China. Een delicatesse, een grote kom waar, met bouillon waar groente en fruit in klaargemaakt wordt. Dit is aorta, dat is de specialiteit. Die wordt dan als bijzonderheid op het laatst nog toegediend aan die hotpot. En dit is Uyuni, het grootste zoutmeer van de wereld. Het is een prachtige plek. Het is ongeveer zo'n laag zout en daaronder zit water. En je kunt er gewoon met auto's overheen rijden en dan wordt het zout op die manier ook gedolven. En een prachtige plek. En hier en daar zit een gat en dan kun je het voelen. En dit is de laatste. Dit is ook een hele bijzondere plek in Nieuw-Zeeland, in Christchurch. Dat was in 2011 is daar een aardbeving geweest. Daar zijn deze 185 witte stoelen een symbool van, voor die 185 overledenen die toen gevallen zijn. En terwijl ik hier was, was er weer een aardbeving geweest. En terwijl wij die stoelen stonden te bekijken, kwam er een naschok. Dus dat was best wel heel eng. Dat was het. Dankjewel voor jullie aandacht.